Met Genk twee nieuwe flanken. In vergelijking met een wedstrijd op KV Mechelen. Bonsuba. Met RWDM nog tegen Genk in het Montmartre-stadion in het begin van het seizoen. Maar het einde van de transferperiode. De overstap gemaakt naar Genk. Dit is mooi gevoetbald van RWDM. En daar is de goal al. Daar is de goal al na anderhalve minuut. RWDM 0-1 voor Carlos Alberto. Na een mooie aanval. Ja, het gebeurt niet vaak dit seizoen dat RWDM de score opent. Maar de zevende keer in 26 wedstrijden. Hier is Oye met de versnelling. Bonsuba, ja, zoekt Tolu en vindt hem net niet. Dat scheelt centimeters. Er werd nog wat gehinderd. Dit wordt eerst een hoekschop voor Racing Genk. Na 20 minuten met Bilal Elkanous. Tweede zone. Vrije kopkans voor Tolu. En daar is de gelijkmaker al. Via dus een corner die de G was. Inderdaad, zuur voor RWDM. Er was weinig protest. En daar komt de VAR ook niet op terug. Maar dit is wel heel makkelijk weg. Nieuwe corner voor Racing Genk. Opnieuw Bilal Elkanous. Twee minuten na de gelijkmaker. En hij doet het weer op dezelfde manier. Ja, en die zat weer daar in de clinch met Carlos Alberto. Oh, die heeft zijn les nog niet geleerd. Die stond weer met zijn rug naar de bal. En alleen maar... Oog voor Arrokodari. Heel comfortabel aan de bal. Dit is goed uitgevoetbald door Sar. En ruimte bij Camara. Een wijkende Sobol. Ilai Camara. Buitenkant rechts, maar recht op Van der Voort. Goed gevoetbald. Carlos Alberto gaat hier zijn kans. Jawel. En de save van Maarten Van der Voort. Zijn bol dan. Sosky herstelt. Ja, Elkanous. En daar is Oya. Luca Oya ook in ook met de Fournier. En daar is de voorsprong voor KC Genk. Als een duivel uit een doosje. Plots ontsnapt Luca Oya. En Offie Blijs. De stille kracht op het Molenbeekse middenveld. Een boep. Goed aangespeeld. Zijn bol even op het verkeerde been gezet. Hier is Renato Adelaide. Die laat lopen van Carlos Alberto. En dit is een superflex van Maarten van der Voort. En wat een heerlijke tegenaanval van RWDM. Tweede minuut van de toegevoegde tijd. Bilal Elkanous. Verlengd door Cuesta. Daar is Tolu. Ook nu kan hij niet echt kracht op de bal zetten. Of de goede richting aangeven. Het rustsignaal van Michiel Allaerts. Genk kwam na 1 minuut 0-1 achter via Carlos Alberto. Bonsuba op rechts. Dan moet Adramola daar naartoe. Drie mensen van Genk in de 16. Daar is de versnelling van Ba. En de voorzet was niet verkeerd. Elkanous raapt op en gaat trappen. Recht op de Fournier. Meegeven aan Cuesta. Die komt eens mee. Bonsuba. Met de wijkende Adramola. Bonsuba zelf. En de voetreflex van de Fournier. Tolu, de doelpuntenmaker. De man van de 1-1. Naar de kant voor die andere diepe spits. Zekiri. Kayembe. Elkanous, lekker balletje weer. Oh ja. En Kuba zit aan de binnenkant. Oya gaat het zelf doen. De hoek is scherp en Zekiri niet. Camara met een essentiële tussenkomst. McKenzie. Ja, het is zenuwslopend. Kayembe met de voorzet. Zekiri. Nee, het is Heine. Die laat de kans liggen om het helemaal af te maken in minuut 92. En vervloekt zichzelf Ryan Heine. Helemaal alleen. En daar is Genk al opnieuw. Elouadi zoekt Zekiri en nu wel een heel subtiel open voetje. De Fournier verschalkt en dan toch. Krijgen ook die jong gasten hun kans op het hoogste niveau. En dat is dan ook weer mooi. Malcolm even los van Adadei, recht op Maarten van der Voort. Dan toch nog een doelpoging van... Met zijn vijfde competitiedoelpunt en de eerste zege voor Genk in 2024 is een feit.
1-0 achterkomen, toch nog winnen.